VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. Een bijzondere tattoo voor VVV-fan Erwin Petit. Maar nu eerst, Koelie gaat op peutertour. Vorige week ging de VVV Venlo Peutertour van start. Een samenwerking tussen Jongeren op Gezond Gewicht Venlo, Spring Kinderopvang en VVV. Met als doel peuters en hun ouders enthousiast maken voor beweging en gezonde voeding. Ja, Joch Venlo die richt zich op de doelgroep 0 tot met 6 jaar. Want hoe vroeger je begint, hoe beter. Ja, en VVV had nog niks bij de jonge doelgroep. Dus ja, we gaan wat opstarten voor de peuter. En vandaar bij de springopvang. Bij de peuters. Als ze zich nu al bewust maken met het feit van ik moet leren bewegen, ik moet goed gezond eten, hoe eerder je begint, hoe beter voor op de lange termijn. Koelie staat centraal, hè, want wat spreekt aan voor de leeftijdscategorie? Dat is natuurlijk onze mascotte, Koelie. En daar hebben we een mooi boekje voor, waarin we laten zien dat Koelie wil gaan voetballen. Maar dat je eigenlijk vergeet te eten. En dat dus heel belangrijk is dat je goed moet eten, goed moet drinken, voordat je gaat voetballen. En dan is een lesje wat Koelie dan leert aan de peuters en de ouders. Met die peuters is de oude betrokkenheid nog vaak hoog. Ze moeten gebracht worden, gehaald worden. Nou, dat zijn momenten waar je met leuke activiteiten ook de ouders kan bereiken. Die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de gezonde voeding en het veel bewegen van hun kinderen. Ja, je zou zeggen dit soort activiteiten doen ze al hier, maar dat blijkt niet zo te zijn. Nee, dus voornamelijk dat ze gewoon veel gaan spelen. Zoals je in de klas ziet, doen ze spelletjes, ze doen puzzeltjes, dat soort dingen. Maar wij proberen wel die draai eraan te maken dat ze ook bewust bezig zijn met hoe je dan moet bewegen. En hoe je ook bijvoorbeeld dat groente kunt koppelen aan bewegen. Want zoals je net al zag op dat spelletje, proberen we de kleuren van fruit te koppelen aan een kleurmatje. Ze moeten nadenken wat voor soort fruit is het, wat voor kleur heeft het. En dan moeten ze dan koppelen aan een kleurmatje. Er zijn deze periode 8 pilots van de peutertour bij springkinderopvanglocaties. Daarna wordt gekeken of VVV meer peuterspeelzalen kan bereiken met het beweegprogramma. Op 16 juni tijdens de slotdag van Via VVV zijn peuters en ouders ook welkom in Stadion De Koel om kennis te maken met deze activiteit. Ik vond het super leuk om te doen en ik vond het heel leuk om te zien dat de kinderen echt zoveel stapjes al kunnen maken in zo'n kleine tijd. Want in het begin toen ik het uitlegde, keek je een paar mij ook echt aan van maar wat moet ik hier in godsnaam doen? En uiteindelijk zie je ze gewoon allemaal lekker bewegen en hebben ze er veel plezier. En dan begrijpen ze ook wat het idee erachter is. Dus dat vind ik heel erg leuk om te zien. Super positief. VVV-fan Erwin Petit laat een bijzondere tatoeage zetten van zijn club, refererend aan het kampioenschap van vorig jaar. Nou, het was heel lang denken om hetgeen wat erop zou moeten komen. En aangezien de meesten het alleen het logo van VVV hebben, op een uitzondering na, was voor mij het goede plaatje afwachten. Tot ik op een gegeven moment dit plaatje wat er nou op staat zag en dacht van bam, die moet ik hebben. Op de foto staat Danny Post, die als blije VVV-aanvoerder trots de kampioenschaal toont aan de fans. Dat beeld staat dus nu voor altijd als tatoeage op de rug van Petit. Nou, hoe lang ben je al VVV-fan? Ik woon hier nu vanaf 1992, dus vanaf 92. Maar nu pas die tattoo van VVV? Ja, inderdaad. Ik vond het moest ook een speciaal moment zijn. Maar ik vond het wel kampioenschap vorig jaar. Ik heb er meer dan meegemaakt, maar vorig jaar vond ik wel echt bijzonder. Maar waarom Danny Post? Nou, ik vind Danny de motor op het middenveld. Dus ik noem hem ook altijd de Nilfix, het Noorse stofzuigermerk. Ja, de middenmotor, dat ding op het middenveld.
En ja, ik heb een vrij goede band met hem. Dus via telefoon, altijd succeswensen enzovoort. Dus Danny is wel, in mijn ogen, hoort wel bij de icoontjes van VVV. Ja, dat is mooi, man. Echt mooi. Zeker. Ja, man. En icoon Danny Post kwam zelf ook een kijkje nemen bij de tattoo shop om het werk te bewonderen. Ja, heel bijzonder. Dat is niet wat je in je carrière vaak meemaakt. Ja, wel een eer natuurlijk dat iemand een foto van je met de schaal op zijn rug laat tatoeëren. Maar ja, heel mooi, maar wel, wel apart moet ik zeggen. Ja. Er zijn heel veel wereldvoetballers volgens mij die zijn al ergens getatoeëerd. Danny Post nu ook in dat rijtje. Ja, en dat voor VVV begrip. Hè. Dus nee, dat is heel mooi. Ik heb veel contact natuurlijk met Erwin erover gehad. En hij vroeg wat ik daarvan vond. Ik zei, ja, ik vind het een mooi gebaar. Maar wel wennen natuurlijk dat je hele leven op zijn rug zit. Maar het is mooi, maar het is wel nog even wennen. En maar het blijft niet hierbij, begreep ik. Niet alleen Danny Post met de schaal. Er moet nog meer bij van VVV. Ja, dat klopt. Er komt de oude O3, zoals die nou nog is. Dat is de bedoeling dat het op de achtergrond komt met een stadionlamp. En dan wordt het gehele geheel wordt dan verlicht als het ware door die lamp. Ja, nu je toch hier bent, zelf een tattoo zetten? Ja, misschien iets op mijn onderrug. Nee, ik ben niet van de tattoos. De meeste voetballers zitten helemaal vol, maar ik heb ervoor gekozen om geen tattoos te nemen. Ik heb wel over nagedacht om het een keer te doen, maar het is niks voor mij. Als ik die naald zo hoor, dan vind ik het goed dat ik hier sta en niet op die stoel zit. Tot zover VVV TV voor deze week. De beloofde 11 vragen aan Niels Reuzeler zie je volgende week. Dan ook aandacht voor het internationaal toptoernooi voor jeugdspelers onder 13 bij Ivo in Velden. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het vervoerscollege Venlo.